Ik denk vooral heel goed blokverdediging hebben gespeeld vandaag. Een hoog breekpuntpercentage. Dus van elke twee sets maken we er één. Aanvallend. De tweede en derde set hoger aanvalsvisie. Eerste set was slordig, denk ik, wat hoge foutenlast. Aanvallend in ieder geval. Degelijke nette overwinning, denk ik, zo met 3-0. Twee momentjes dat we misschien een beetje terugvallen als Zuid een beetje onder druk staat. Maar voor de rest eigenlijk heel clean en zuinig. Ja, want het was eigenlijk heel overtuigend, zo oogde er ook. Maar dan toch die momentjes dat talentteam toch nog weer wat terug kan komen. Is dat dan toeval? Gebeurt dat gewoon? Of is daar een andere oorzaak van? Nou, ik denk de tweede set was stonden passend even onder druk op hun floatsurf van nummer 1. Die een paar puntjes op rij maakte waar we niet doorheen kwamen. Waardoor het gat van 6, 7 punten denk ik wat kleiner werd. Uiteindelijk winnen we die set natuurlijk gewoon met 25-18. Dus het verschil is aan het einde ook wel groot. Die fase kunnen we dat wel beter doen. Ik denk dat Paasert gewoon wat agressiever met onze handpositie moeten zijn. Omdat we die bal meer aanvallen. En in de derde set was het denk ik op de serve van nummer 5. Een spinserve waar we 3 of 4 punten verloren. Toen we ook een gaatje 6-7 voor stonden. En dat werd het even 2 of 3 punten verschil. Maar ja, die winnen we uiteindelijk ook wel met 25-21. Dus ik vond dat we in controle waren, aanvallend gewoon hoog rendement hadden. En het enige kritische puntje, denk ik, was die twee momenten, denk ik, de tweede en derde set. Waar ze altijd moeilijk doorkwamen. Maar vooral heel tevreden over het blokverdedigingsspel vandaag.